Op een gegeven moment uh, wordt het ook natuurlijk uh, tijd en uh, zoveel jaar in de lokale politiek om een uh, andere stap uh, te zetten en ook het stokje over te dragen. Ja, dat moment uh, deed zich nu voor, uh, wel iets sneller dan verwacht, uh, maar wel uh, wel overwogen beslissing, omdat het ook goed is voor mijzelf om een volgende stap uh, te zetten, maar ook goed is voor de gemeente dat er ook weer nieuwe energie komt en nieuw elan komt om ook uh, aan de slag te gaan met deze nog steeds fantastische gemeente. Ik ga terug naar de gemeente Schiedam. Daar, daar werkte ik ook al voordat ik wethouder werd in de, in de gemeente Dissemarat. Uh, uh, en ik ga naar een leidinggevende functie en bekleden in het veiligheidsdomein. daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, ik was al 21 en toen kwam ik in de gemeenteraad uh, terecht. Nu ben ik uh, alweer 35. Ga snel, ga snel. Uh, en, uh, zie je ook wel, maar uh, dat, uh, waar ik het meest trots op ben is wel echt de kindergemeenteraad. Dat we nu kinderen hebben die meepraten, die adviezen geven, de toekomst ook bepalen van onze gemeente. Daar ben ik heel trots op en ik hoop natuurlijk dat nog generaties lang ook de kindergemeenteraad wordt zit uh, in de, onze mooie gemeente. Ja, er is uh, genoeg te doen, uh, maar vooral ook uh, hele mooie plekken, ook om dingen natuurlijk te kunnen betekenen voor, uh, voor de gemeente en voor je inwoners. Uh, en dat zal ook zeker de komende periode volop met allerlei uitdagingen gepaard gaan. Uh, maar uh, ga vooral uh, aan de slag, uh, ga in contact met de mensen en probeer Nissewaard een mooie gemeente uh, te, te laten zijn. Nou, ja, wat ik wel heb geleerd de afgelopen periode, natuurlijk hier ook in, in Nissewaard en daarvoor natuurlijk ook nog Spijkenisse. Is dat het wel belangrijk is dat we gewoon een beetje goed naar elkaar luisteren. Het lijkt een cliché. Maar als je je openstelt voor andere mensen, kan je gewoon veel meer bereiken. Omdat je ook te, kan inbeelden wat sommige dingen voor impact hebben op anderen. Oh. En dat je dan echt wel andere besluiten en beslissingen kan nemen. op het moment dat je weet wat het ook daadwerkelijk uh, behelst. Dus uh, blijf vooral luisteren. Probeer de nuance te zoeken. Uh, en ga dan met elkaar aan de slag om echte problemen op te lossen. En ik weet zeker dat als je dat doet, dat het ook zeker gaat lukken.